Vilmar, dankjewel dat je vanavond vanmiddag hier wil zijn. Vanavond ook nog. En we geven je de kans om uitdrukkelijk kennis te spuien over hoogwatervluchtplaatsen. Dankjewel. Dank je, Daan. Ja, ik wil met jullie het hebben over hoogwatervluchtplaatsen. Want ik maak me nogal wat zorgen om dat daar zaken mis kunnen gaan lopen. Daarom mijn titel ook van als het hoogwater komt, maak dan je borst maar nat. En als we zelf niet bezig gaan, dan zorgen die bevers er echt voor dat onze borst nat wordt. Het doel van deze presentatie is wederom een urgentie duidelijk krijgen, bewustwording, dat we daar een probleem hebben in de misschien wel nabije toekomst. Ander doel van deze presentatie is om jullie op de hoogte te brengen van de plannen die er al zijn om die problemen rond hoogwater ook te gaan tackelen. En even voor de zekerheid, hoogwatervluchtplaatsen willen we niet zozeer gaan toepassen om die bever te gaan beschermen, want die bever die redt zich doorgaans ook wel met een hoogwater. Maar het gaat om onze waterveiligheid. Eerst even een stukje geschiedenis. Je ziet hier het aantal kilometer hokken met beversporen sinds de uitzetting in 1988. Nou, het is wel duidelijk dat het erg goed gaat met de bevers. Dit is verspreiding, maar je mag wel aannemen dat als het qua spreiding enorm toeneemt, dat ook die populatie enorm toeneemt. Die groei zal wel even doorgaan, want er zijn nog heel veel leefgebieden in Nederland leeg. Kijken we dan even naar die toename per provincie. Dan zie je dat de provincies die belangrijk zijn in het rivierengebied, dat daar ook heel veel bevers zitten inmiddels. Even kort zo een vijftal kaarten met die ontwikkeling. Nou, je ziet bij de eerste kaart vanaf 88 zie je in de Biesbossen de eerste uitzettingen. Vervolgens zijn er nog een aantal andere uitzettingen geweest door het land. Maar in de 90e jaren zie je dat eigenlijk het riviergebied nog echt nog wel leeg is. En dat zo vanaf 2000 dat dan de herkolonisatie van het rivierengebied, dat het aanvangt. Dan de laatste twee kaarten. Ja, eigenlijk is gewoon de conclusie dat het rivierengebied nu al behoorlijk vol zit. En dan komen we ook aan de risico's. Je ziet hier weer dat grafiekje, maar nu met de tweetal pijltjes. En met name de waterschappers en de Rijkswaterstaat zullen zich ongetwijfeld voor kunnen stellen waar die pijltjes voor staan. Namelijk extreme hoogwaters. 93, 95 zijn er flinke hoogwaters geweest, waarbij ook mensen geëvacueerd moesten worden. Het is allemaal wel goed gegaan. Maar op dat tijdstip hadden we amper een bever in de uiterwaarden. Kijk naar waar we nu zitten, dan hebben we daar vele malen meer bevers in de uiterwaarden. En het probleem is dat het aantal hoogwatervluchtplaatsen waar die bevers gebruik van kunnen maken, is eigenlijk in deze periode alleen maar afgenomen. En dat matcht niet, dus daar moeten we iets mee. Eerst even een stukje gedrag van de bever. Wat doen die bevers eigenlijk met een hoogwater? Nou, bevers gebruiken als nachtdier overdag burchten en holen, liggen ze in de kamers. Als die onderlopen, omdat de uiterwaarden vollopen, dan reageren die bevers doorgaans eerst door bovenop de burcht te gaan zitten. En heel veel van die hoogwaterperiodes is dat voldoende, kunnen ze daarmee doen. Maar je hebt ook hoogwaters die hoger zijn en dan worden ze daar dus van afgedreven. Dan gaan ze op allerlei grondstructuren in de uiterwaarden zitten die dan nog boven water uitsteken, maar ook bijvoorbeeld op drijvende boomstammen. Maar ze kunnen ook zelf nog nestjes bouwen in struiken en bomen. Dit is zo'n geval. Deze foto heb ik in 2011 gemaakt bij de Henkvorderwaarde langs de IJssel, niet eens zo heel ver hier vandaan. Daar hebben de bevers dus gewoon een groot leger in een wilgenboom gemaakt, waar je als volwassen kerel lang uit in kunt liggen. Daar kun je dus een hele familie in kwijt waarschijnlijk. Maar toch, dat doen ze niet altijd. Want in toenemende mate zien we dit gebeuren. Bevers die tijdens een hoogwater halverwege het taluut in je kering graven. En dat is natuurlijk een nachtmerrie, want dat verzwakt de dijk. Het maakt hem instabieler. En hoe hoger een hoogwater is en hoe langer zo'n hoogwater duurt, hoe groter hier de risico's zijn. En daar moeten we ons heel erg van bewust zijn en daar moeten we ook echt mee bezig.
Want wat zijn dan de risico's? Nou, dit is gewoon even een voorbeeldje van waterschap A en Maas. Die bruine punt daar rechts. Als daar een doorbraak plaatsvindt van een bepaalde hoogte en duur, dan is dit het resultaat. Dan heb je het eiland Den Bosch. Dat gaat miljarden kosten, dit soort schades. Dus dat echt, dit is echt serious business. Dus dit moeten we ten alle tijde voorkomen. Maar dan moeten we aan de slag, want anders gaat het zo mis. Wat kunnen we doen? Nou, we kunnen verschillende dingen doen. We kunnen stalen damwand plaatsen. Maar dat is een hele dure grap. Als je dat voor alle primaire keringen wil doen, en ook nog eens een keer voor regionale keringen en allerlei andere kaders en zo, nou, dat gaat gruwelijk veel miljarden kosten. Het kan een deeloplossing zijn, plaatselijk. Maar een dure. Een andere, Jan die had het er ook al over, werken met gaas. Nou, er zijn, inmiddels zijn er 3 methodes waarbij je dus gaas op een goede manier wat dieper kunt plaatsen. Daar moeten we ook gebruik van maken. Het is al een stuk goedkoper dan stalen damwand, maar het zijn toch nog hele hoge bedragen. Maar we kunnen ook denken aan hoogwatervluchtplaatsen, zoals de ouderwetse grondlichamen die je vroeger ook wel wat vaker nog in de uiterwaarden zag. Dit is eentje hier vlakbij, bij het Engels Werk. Deze hebben we geplaatst, ik denk zo ergens rond 2015. Het goede nieuws is dat binnen een half jaar dat dit was aangelegd, dat de bevers er al op zaten. Dat kun je ook zien aan al het beverhout op deze hoogwaterterp. Het slechte nieuws is dat dit gewoon een probeerseltje was en dat die niet hoog genoeg is. Als we echt een serieus hoogwater hebben, dan loop je hier nog steeds de kans dat die bever in je kering gaat zitten. Dus dat moeten we een beetje opschalen. Zijn er ook andere mogelijkheden? Want dit soort structuren, hè, vooral als ze ook wat groter moeten worden, omdat ze hoog genoeg moeten worden, ja, dat kan natuurlijk het water opstuwen. En dat is natuurlijk weer nadelig, want dan kun je meer problemen verwachten met overstromingen en dat soort zaken. Dus dit soort grondlichamen kun je heel goed toepassen in stukken waar je al stromingsluwtes hebt. Maar er zitten ook bevers op plekken waar de stroming behoorlijk sterk is. En dan kun je dit soort systemen niet goed toepassen, want dan stuwt het te veel op. Dus ik heb zitten nadenken over het toepassen van drijvende hoogwatervluchtplaatsen. Dit zijn hele slechte schetsjes, maar ja, beter kan ik niet. Maar daar hebben we andere mensen voor die er nu mee bezig zijn. Wat je hier ziet is een drijvend huisje wat begeleid wordt door 2 staren. Links zie je een bovenaanzicht en rechts zie je een vooraanzicht. Het idee is dat je een robuust kunstburgtje eigenlijk maakt, wat zo zwaar is met zoveel drijfvermogen dat het behoorlijk stabiel in het water blijft liggen en gewoon langs die stangen op en neer kan gaan. Als je zoiets maakt van 2x2 meter, dan moet dat denk ik volstaan voor een grote familie zelfs. Een ander idee, en dit idee is niet helemaal van mijzelf, maar volgens mij zag ik er hier ook in de zaal zitten, die kwam een keer, die werkte toen nog bij Deltares, die kwam een keer naar mij toe en zei van, goh, maar moeten we ook niet oplossingen bedenken bijvoorbeeld in de kering? En eerst dacht ik van, nou, ik denk dat je ze juist ver van de kering moet houden. Maar misschien zit er toch wel een oplossing ook in, want je kunt natuurlijk ook die kering gebruiken om bevers op te vangen. Hier zien we een doorsnede van een kering. En het dubbel gearceerde zijn stalen damwanden, waarbij je dus een bepaald stuk van een kering compartimenteert en eigenlijk uit het kwetsbare systeem haalt en het daad precies dan inricht voor die bever om daar tijdens een hoogwater te kunnen zitten. Je kunt het aantrekkelijker maken door die locatie dan te bebossen met wat struiken. Er zit wel een nadeel aan. We weten allemaal wat er gebeurt met hoogwaters. Ontzettend veel publiek die daarvan geniet. En het moet natuurlijk ook loslopende honden. Dus je moet wel voorziening maken dat die mensen en honden niet op de hoogwatervluchtplaats zelf kunnen komen. Dus je moet het ook uitrasteren. Op die manier kun je iets toepassen waarbij je ook dus voorkomt dat je enorme opstuwing krijgt. Nou, dit soort ideeën, dat wordt wel opgepikt. We zijn ook met een aantal organisaties bezig in de projectgroep Hoogwatervluchtplaatsen. Daar is een kernteam van mensen uit het waterschap Rivierenland en waterschap AMA's. En
vanuit de zoodiervereniging. En daaromheen zit nog een hele schil van waterschappen, maar ook ProRail en Rijkswaterstaat, die hier ook belang bij hebben, die hieraan meedoen vanwege de belangen die ze hierbij hebben. Dit project is nog in opbouw. We hebben vanuit STOA in ieder geval een financiële toezegging gekregen om dit verder te brengen. En ProRail en Rijkswaterstaat zijn er gaan bekijken van hoe hun bijdrage zal zijn. En de waterschappen die in het riviergebieden zitten, daarvan wordt ook nagedacht van hoe die bijdragen zullen zijn. Waar we nu mee bezig zijn, is het omzetten van al die ideeën naar technische ontwerpen die we ook kunnen laten maken en kunnen gaan testen. En dan moeten we natuurlijk ook de boel nog gaan monitoren. Werkt het wel? Moeten we nog aanpassingen uitvoeren? Hoe gedragen de beven zich? En ja, we hopen, en we krijgen allemaal positieve geluiden van de deelnemende organisaties, dat ze ook wel locaties willen aandragen waar we dit soort maatregelen kunnen gaan testen. Op dit moment hebben we een afstudeerder die mijn belabberde schetsjes meer uitwerkt naar goede ontwerpen en dan straks ook productieontwerpen, zodat we het kunnen gaan maken. Het is iemand uit Kenia. Het is vandaar de Engelse termen die je hier ziet. Maar het is sowieso wel handig dat het Engels is, want ook vanuit het buitenland is wel interesse in waar we mee bezig zijn. We hebben al overleg gehad met een aantal Duitse partijen die heel erg geïnteresseerd zijn, want zij zitten eigenlijk met dezelfde problemen. Het systeem is ook heel simpel. Je hebt een ingangetje. Je hebt ook een achteringang of een achteruitgang. Want dit soort drijvende systemen kunnen natuurlijk ook heel erg interessant zijn voor otters, maar ook voor watervogels. En als dan met een hoog water een bever er gebruik van wil maken, ja, dan moeten die dieren natuurlijk eruit kunnen, anders is het een hoop gedoe. We denken ook na over monitoring van het gebruik. Dus er is ook ruimte in en aan de buitenkant om camera's op te hangen om te kunnen kijken van hoe het gebruik is. Nou, dit is dan één systeem waarbij het drijvende geheel op een locatie blijft met behulp van ankers en touwen. Maar je kunt je wel voorstellen dat je dit niet zomaar in een heel ruw stuk kunt gebruiken, want dan gaat het enorm dobberen. Het idee van drijvende hoogwatervluchtplaats is ook niet helemaal nieuw. Ik was in de jaren 90 voor een bevenonderzoek samen met Bart Nolet in Oost-Duitsland. En daar zagen we pallets in de uiterwaarden liggen aan kettingen. En de mensen die daar met de bevers bezig waren, die zeiden van ja, dat is een proef om de bevers uit onze keringen te houden, maar dat werkte niet heel goed. En ik kan me er iets bij voorstellen, want een open pallet, ja, als het slecht weer is, ja, dat is voor een beven ook niet fijn. Dat kostte dan toch heel veel energie om daar een hoog water op uit te zitten. En zo'n dobberend stukje hout aan wat kettingen, dat is verder van stabiel, dus dat is ook niet prettig. Dus vandaar dat ik dit soort systemen bedacht om het stabieler te maken en ook meer beschut. En dat willen we dan gaan gebruiken. Maar goed, als je dit neerlegt op een stuk waar heel veel stroming is, en als het dan ook nog waait, windkracht 4 of meer, dan wordt het ook weer instabieler. Dus dan is dit systeem denk ik minder goed, maar in de luwe stukken kun je dit denk ik heel goed gebruiken. Als het wat ruiger wordt, dan zou je eerder gebruik maken van de twee systemen die je links ziet. En dit zijn allemaal alleen nog ideeën, hè? Dat moet nog allemaal verder uitgewerkt worden. De bovenste, dat is weer met die palen waar ik eerder aangaf. Maar om te voorkomen dat je ontzettend lange palen in je uitwaarde krijgt, zitten we ook te denken aan een systeem waarbij het meer telescopisch is. Of het systeem wat je daaronder ziet, dat je twee vaste palen hebt met een boom richting de drijvende kunstburcht. En dat daar twee scharnierpunten zijn, zodat je, dat het op en neer kan gaan. In het rechtse beeld zie je nog een toegangsplank die loodrecht die in het verlengde van de ingang is. Dat is niet zo handig natuurlijk, want het is kwetsbaar. Dus die wordt nog 90 graden gedraaid, evenwijdig aan de zijde van het kunstburgje. Ja, nou, dan hebben we straks een paar van die prototypes die we willen gaan testen. Waar ga je die dan neerleggen? Nou, wat we vanuit de zoodiervereniging altijd doen, is via landschapsanalyses en risicoanalyses van uiterwaarden kijken van hoe zit zo'n uiterwaard in elkaar? Waar liggen de risico's? Hoeveel beventerritoria zijn er?
Waar zijn kwetsbare keringen, zowel bij normale waterstanden als bij hoogwater? Hier gaan we natuurlijk met name over hoogwater. En zijn er al hoogwatervluchtplaatsen aanwezig? In de praktijk voldoen die bijna nooit aan de eisen waar ze aan zouden moeten voldoen, omdat het officieel geen hoogwatervluchtplaatsen zijn. Maar kunnen we ze makkelijk opwaarderen, zodat ze echt goed functioneel kunnen worden tijdens een hoogwater? Nou, ik neem jullie even twee voorbeelden mee. De eerste is een onderzoek wat we hebben gedaan in opdracht van de waterschap Gevierenland en Rijkswaterstaat Oost, al in 2016-2017. De Bemmelse Water bij Nijmegen. Daar hebben we aan de hand van beversporen en met name geurmerken een schatting gemaakt van het aantal beverterritoria in die uitwater. Het waren er toen 7. En Rijkswaterstaat heeft toen kaarten gemaakt, of stromingskaarten, om te laten zien wat er nog boven water blijft bij bepaalde waterstanden. Nou, als je naar de wat extremere hoogwaters gaat, dan zie je in dit geval dat eigenlijk alleen een steenfabrieksterrein boven water uit blijft steken. Nou, dit zie ik al als een risico, want bevers zijn echt wel territoriaal. Dus in hoeverre ze elkaar tolereren op één gebied tijdens een calamiteit als een hoogwater, daar weten we op dit moment nog te weinig van. Maar het is te naïef om te bedenken dat al die bevers in dit gebied, hè, van die 7 families, allemaal op dat fabrieksterrein gaan zitten. Dat gaat niet gebeuren. Dus je loopt hier een heel groot risico dat met een echt flink hoogwater die bevers in de kering gaan zitten. En je ziet hier ook die bruinige vlekken met witte cijfertjes. Dat zijn locaties die wat hoger liggen, maar wel onder water. En die zou je dus met een grondlichaam relatief eenvoudig kunnen opwaarderen. Iets ophogen, zodat de bevers daar ook terecht kunnen. En ook hier zou je eventueel met drijvende hoogwatervluchtplaatsen kunnen werken. Een andere case, die is heel actueel. We zijn bezig bij een project bij waterschap AMA's, waar ze bezig zijn met een dijkverzwaring voorbereidingen. Daar hebben we ook dit soort analyses uitgevoerd. In dit geval een stukje uiterwaard met 2 bevenfamilies. Dat zijn de rode stippen, dat zijn de territoria en de burg die erbij horen. De blauwe vlakjes die je ziet, polygonen en blauwe rondjes met stippen. Dat zijn potentiële plekken waar je iets zou kunnen doen met hoogwatervluchtplaatsen. En dat witte zeilbootje is dan bijvoorbeeld een hoogwatervluchtplaats in de vorm van een drijvende. Je zit daar vlak langs de Maas, dus je zit daar echt in het stroombed, in de stroombaan met hoogwater. Dus je kunt daar geen grondlichaam echt in kwakken, want dat stuwt enorm op. En daar zou je dus iets kunnen doen met een drijvende hoogwatervluchtplaats. Je ziet al die lijntjes zo langs de waterkering. Dat zijn risico-inschattingen. Hoe lichter het kleur, hoe lager het risico is. Maar je ziet hier rood, dat is hoog risico, dus daar moeten ze ook nog wat aan doen. Maar dat heeft meer te maken met risico's tijdens normale waterstanden. Ja, als we dit gaan doen, willen we ook allerlei kennis gaan verzamelen, want er ontbreekt ook nog heel veel kennis. We weten niet hoe die bevers ten opzichte van elkaar zich gedragen als ze geen familie van elkaar zijn. Wat ik al aangaf, bevers zijn erg territoriaal, maar we weten ook dat als ze verwant zijn, maar in een ander territorium leven, dat ze dan meer tolerant zijn ten opzichte van elkaar. Maar hoe, in welke mate dat ook speelt bij een hoogwater, weten we niet. En die kennis is wel van belang, want als nou blijkt dat het bij een hoogwater eigenlijk helemaal niet zoveel uitmaakt en dat ze toch meer bij elkaar gaan zitten, nou, dan is het natuurlijk veel makkelijker om dit soort ingewikkelde uiterwaarden dan te beveiligen tegen graafschade tijdens hoogwater. En als dat niet zo is, wil je dat ook weten, want dan betekent het dat je opgave wat groter gaat worden en dat je dus meer mogelijkheden moet bieden. En daarnaast, in steeds meer uiterwaarden komen ook dassen voor. Dat levert zijn eigen problemen op met keringen, daar zijn we ook druk mee bezig. Maar wat ook speelt is dat als je hoogwaterverplaatsen in de vorm van grondlichamen gaat aanbrengen in uiterwaarden, ja, dan kun je op een briefje kuinkje geven dat tijdens normale waterstanden die dassen al in die hoogwatervluchtplaatsen gaat graven. Dat kunnen we, denken we, wel oplossen door bijvoorbeeld dan een hoogwatervluchtplaats aan te leggen met verschillende grondsoorten. Dan pak je de extra zware klei om een gedeelte te reserveren voor de bevers. En een deel
wat zandiger is, waar die dassen dan gewoon kunnen gaan graven. En op die manier zou je dit soort problemen dan kunnen oplossen. Maar we moeten daar wel kennis over verzamelen. Dus dat willen we dan ook in die monitoring van die toegepaste systemen opnemen. Nou, als dit allemaal verder gaat lopen, dan gaan we natuurlijk ontzettend veel kennis verzamelen. En die kennis die willen we natuurlijk delen, want ja, we moeten het allemaal met z'n allen doen. En we moeten ook ervoor zorgen dat iedereen van die kennis gebruik kan gaan maken. Nou, vorig jaar hebben we het kenniscentrum Bever opgericht. Ik hoop dat jullie daar allemaal al eens een keer hebben gekeken. Er staat nu al heel veel informatie op. In aankomende jaren wordt het verder uitgebreid. En de kennis die we opdoen met dit project, zullen we ook daarop weergeven. Daar wil ik het even bij laten. Ja, dankjewel. Dankjewel, Wilmar. Ik ben dan heel even benieuwd, wie heeft wel eens op die site gekeken? Oh, dat gaat heel goed, Wilmar. Ja, dat is. Maar ik denk nog een derde, jongens, vanmiddag meteen even doen, hè? Dankjewel. Nu gaan we op excursie, op schoolreis wilde ik bijna zeggen, op excursie. En dat gaat als volgt. Er komen hier voor de deur, waar jullie zojuist ook zijn binnengekomen, 4 bussen. Het maakt niet uit in welke bus je stapt, want beide groepjes bussen, steeds 2 bussen bij elkaar, gaan naar beide locaties die jullie gaan bezoeken. Dus zorg vooral dat je in een gezellige bus terechtkomt, zou ik zeggen. Het maakt dus niet uit voor waar je heen gaat. We hebben wel een klein beetje haast. Dus Daan en ik hadden bedacht dat jullie in mars achter bijvoorbeeld Wilmar aan naar die bussen gaan. Jassen, tassen mogen mee, maar je komt hier ook terug. Om dan om 4:15 hier weer terug te zijn in de zaal. En dan krijgen jullie nog een afsluiting onder leiding van Cindy. En dan sluiten we met elkaar ook de dag af met een borrel daarna. Dus met gezwinde spoed achter Wilmar aan naar de bussen. Heel veel plezier. Welkom terug allemaal. Wie heeft er een bever gezien? Een echte. Oh, wel jammer. Ja, hier staat hij nog. Dus vandaar, dat was natuurlijk, die kans was groot. Maar jullie hebben vast wel andere interessante dingen gezien. Wat er in ieder geval te zien is, is hiervoor op tafel is een uitstalling gemaakt door, in ieder geval met behulp van Cindy, van een aantal dingen die je kunt komen bekijken. Bijvoorbeeld hoe dat geknaagde hout er dan uitziet. Er liggen wat materialen die je kunt bekijken. Als jullie goed hebben meegekeken op het scherm is een filmpje te zien. Van onder andere de shitbever van ProRail. Maar het is vooral tijd om te gaan afronden. Maar ik zie hier nog wat staan, Daan. Vertel. Ja, deze heb ik voor Filma neergezet. Dit is een cadeautje van ProRail om Filma te bedanken voor zijn bijdrage. ProRail. En we hebben denk ik ook voor de andere excursieleiders, Wijnand en Jasper, als die aanwezig zijn. Zo'n pakje, maar die geven we via WDOD aan hen door. Gerrit, jou ook. Dankjewel. We hebben geen bever gezien. U kunt hier nog wel uw geurspoor achterlaten op de tafel, want dat is het enige eigenlijk wat er nog ontbreekt. Deze breng ik zo meteen aan Wilmar. En wij hebben wij zijn vanochtend begonnen met de gedachte, we moeten een kennissymposium doen om in ieder geval mensen bewust te laten worden. Dat heb je heel sterk benadrukt. Hou die bewustwording erin. We moeten kennis delen en kennis uitwisselen. De mensen van ProRail hebben mij gezegd, wij gaan als ProRail dat serieus aanpakken. Wij willen onze sporen veilig bereikbaar houden. We hebben respect voor de bever en we willen dat op een zo net mogelijke manier doen. Om dat op zo net mogelijk manier te kunnen doen, zijn kennis en kennissen ontzettend belangrijk. En dat was een van de belangrijke redenen waarom ze aan dit symposium hebben bijgedragen. Ik denk dat een applaus voor ProRail op zijn plek is voor de organisatie. Karin en ProRail, dank u wel. Een applaus voor de andere deelnemers van het kenniscentrum die rolerend dit soort bijeenkomsten organiseren. Dus dat zijn het IPO, de provincies, dat is STOA, de Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat en ProRail gezamenlijk. En de zoogdiervereniging, hulde daarvoor. En na het achterlaten van de geurmerken kunt u gaan borrelen. Heel veel plezier. Dank jullie wel.